deze is iets groter en iets langer voelt hij aan als de vorige versie. Maar daarentegen rijdt Volvo gewoon echt lekker. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Rode Koers. Jazeker, we gaan vandaag een editie opnemen over het nieuwste type tankuitspuit in onze regio, waar al veel posten mee zijn uitgerust. En die willen jullie natuurlijk niet onthouden. Dus kijk ons mee. Zo Rick, dit is eigenlijk de eerste auto waar we nou in zitten, waar je ook echt mee werkt. Ja. Tankuitspuit natuurlijk. Maar dit is inderdaad de tankuitspuit, eigenlijk het meest gebruikte voertuig binnen de brandweer. En de rating van de bevelvoerderspositie. Nou, zit goed. Lekker veel benen, of tenminste voor tankuitspuitbegrippen voldoende beenruimte. Ja, die is ook aangepast hè. Die was, ja? In het begin was hij krapper. En toen hebben ze ervoor gezorgd dat die schoen achter is gegaan. Dus nu heb je 10 centimeter meer benen. We hebben eigenlijk van economy naar comfort gegaan. Ja, dan moeten we nog een keer naar business class dan. Ja, 10 centimeter meer beenruimte. Ja, nou ja, verder inbouw kan er wel op zich hier goed bij. De iPad positie vind ik zelf iets minder prettig. Bij het vorige type tankuitspuit die wij op de post hebben, daar zit hij hier recht voor je. Dat is toch wel wat fijner als je... Ja, dingen moet lezen of een melding wil bekijken, dan dat je hier zo schuin zit, zeg maar. Hè? Ook met het draaien, daar word je misschien wat sneller misselijk van. Dus dat is het enige puntje, maar voor de rest prima. Ja, en we misschien het puntje richting naar achteren. Kijk eens maar. Ja, dat is wel een goede aanvulling. Dit is wel lekker. Je hebt een heel groot open zicht hier naar achter. Dus je kan, als je even de melding deelt of informatie deelt met de ploeg, heb je wel meer zicht dan bij de traditionele voertuigen die zeg maar meer volgebouwd zijn. Zou je nog een pluspuntje geven? Nou. Doe je flessenslot. Is dat waar? Dat is waar. Dus, wat maakt dit uiteindelijk? Hoeveel vlammetjes geeft jij die fles? Het is wel fijner bij deze stoelen. Ja, lastig, de ruit gaat heel snel, maar dat is ook wel fijn, want we moeten er heel snel uit. Maar erin, dat mag tijd kosten. Maar hoeveel vlammetjes? Op het iPadje naast, de rest gewoon allemaal goed. Dus 4 vlammetjes. Oh, nice. Oké, Richard, de driver's position. Ja, nou, daar is weinig aan veranderd, want die Volvo is eigenlijk wel hetzelfde gebleven dan de voorgaande Volvo's. Qua dashboard is daar weinig aan veranderd. Qua ziekenbediening is hij wel groot vooruit gegaan, want hier hebben we die Z-control gekregen. En voorheen hadden we hier gewoon die losse knoppen voor zwaailamp, sirene, PTO. Ja, je kent het wel. Er zat hier allemaal een dashboard gewoon met een Volvo knop. En nu hebben ze allemaal geïntegreerd hierin. Hij doet ook heel veel dingen uit zijn eigen. Dus verlichting rondom. Als je achteruit zet, verlichting achteruit. You name it. Het werkt uit zijn eigen. Uit zijn eigen of vanzelf? Vanzelf, uit zijn eigen. Nou, voor de rest is daar dus niks aan veranderd aan heel die Volvo niet. En zit er, Richard, hoe zit die? Ja, die zit gewoon perfect, maar dat is altijd al. Dat was met die vorige Volvo ook. Je hebt een Edison bak hebben wij. Dat is ook fijn. Werkt ook goed. Wat is dat voor de kijkers? Ja, dat is een automaat met 1 druk op de knop. Dus je hoeft geen hendel of fysiek over te halen van voor A of achteruit R. Maar je doet gewoon... 1 knop indrukken en dan gaat gelijk eens achteruit of 1 knop en gelijk vooruit. Dus dat is ideaal. En een radio. En een radio, hè? Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, dat vind ik wel fijn. Vorig type ook al, hè? Ja, vorig type ook al. Die types daarvoor allemaal niet. En dat is wel jammer, zeker als je broers bent. Het is wel lekker als je gewoon lekker de radio aan kan hebben. Zeker als ze terugrijden. Dus ik vind deze wagen zeker wel 5 vlammetjes voor de chauffeurs positie. Ja, de manschappencabine. Wij zitten nu achterin en dit is wel echt verbeterd ten opzichte van het vorige voertuig qua ruimte. Eens kijken wat een ruimte weer hebben en hoe alles om ons heen ingepakt zit. Zoals de THV-lampjes, al het materiaal wat we nodig hebben, portofoons, lampen, alles. En ook hier die hendels voor de ademlucht. Dus ik ben hier echt zeer tevreden over. 5 vlammetjes. Rick, heb jij nog aanvullingen? Nou. Inderdaad wat jij zegt en wat ik hier ook wel gaaf vind aan dit voertuig is dat hier zit de bediening waar we kunnen de mobilofoongeluid mee harder en zachter zetten.
voor het meeluisteren achter. Want in het verleden stond hij maar op één stand en was echt knijterhard. Dat was altijd fijn met een nachtelijke uitdruk. En je hebt normaal verlichting erin zitten en tactisch licht. Ja, nu werkt het denk ik niet. Nee, maar het is ook licht natuurlijk. Maar dat is rood licht. Dus heeft de chauffeur niet zoveel last van. En natuurlijk gewoon het witte licht dat je gewoon goed kan zien. Dus voor de rest inderdaad helemaal top. De inbouw. We hebben nog een aanvulletje. Vijf vlammetjes. Oh, je hebt vijf vlammetjes? Ja. Oké, okay, ja, heel goed. En we hebben hier de richtingaanwijzer zitten en remlicht. Allereerste versie waar ik vroeger mee begonnen ben, ja, je ken je ook nog wel denk ik, in Rans, die oude brandwagens hadden we ook allemaal op zitten. Toen zijn ze een tijdje verdwenen, nu zijn ze weer terug, dus dat is mooi. En we hebben hier nog een ventilatieknop, dus we kunnen lucht erin of eruit laten. Moet over de gat openzetten. Ja, yo, die heb je ziet, ik zit hier waar ik altijd open sta. Ja, dus dat is lekker, altijd frisse lucht. Jabam. Jabam. Dat is reset. Als je nou scheetje laat, welk knopje moet je dan drukken? Outside. Daar zit er ook een zonde bij. Ja, ik denk hier ergens. Dat is zonde. Dat is zonde. Dan zijn we aangekomen bij de rating van de buitenkant van het voertuig. En ja, ik vind het heel goed over nagedacht hoe het opgebouwd is. Netjes. De buitenkant van het voertuig ziet er ook allemaal netjes uit. Dus ik kan hier eigenlijk niks anders dan zeggen dat het gewoon vijf vlammetjes is. Dus ja, het zit wel hoog hoor. Het zit hoog vandaag. Ja, deze tank. En wat ik ook wel mooi vind bij het voertuig, dat is natuurlijk sowieso de nieuwe strijping. En die reflecteert veel meer. De banen zijn breder en die hebben ze op het voertuig dus ook lekker ruim doorgetrokken. En er zit nog een mooie feature op aan de zijkant, maar dat komt zo meteen bij de richting van de zwaailichten terug. Ah. Ja, een stukje verpakking. Wat ik wel prettig vind is dat alles dus lekker duidelijk is ingedeeld. Alle ruimte die erin zit, die is benut. En je kan dus op de stickers zien wat waar ligt en ook wat in het krat daarachter zit. Dus dat is ideaal. En zoals jullie pas geleden hebben kunnen zien in de virtual reality video, hebben de ploegen dat vooraf al kunnen zien in VR. Laten we nu nog even zien. Kijk, nu lopen we buiten. Dan kun je echt wel helemaal onder wagen heen, hè? Kun zo, even fact check. Je staat nu in VR, sta je zeg maar buiten de auto, maar je staat echt ook naast de auto. Ja. Als je heel afzet, dan zie je het precies zelf. Oké, we zijn bij de rating aangekomen van de optische geluidssignalen. En Rick, allereerst aan jou. Wat vind jij ervan? Ja, minimaal wat er nodig is. Dus grillflitsers en natuurlijk zwaailichten op het dak. En de Martin-horens voor het geluid, dus ja, voldoet gewoon aan de eisen. Alleen geen knipperende koplampen, helaas. Dus eigenlijk zou ik zeggen een 3 vlammetjes. Maar goed, er zit nog een kleine feature aan de zijkant en dat totaal maakt het voor mij 4 vlammetjes. En voor jou? Ja, inderdaad. Dat klopt. Ik vind alleen de zijkanten, waar we het over hebben, die knipperen wel blauw, maar die zijn niet fel. Dat is eigenlijk gewoon verlichting, maar niet echt. Echt de sfeer opvallen. Mensen beter nemen de sfeer. Ja, sfeerverlichting dan echt, dus dat is wel jammer. Dus vandaar ook maar 4 vlammetjes. Maar voor de rest is hij wel goed opvallend en hij maakt veel lawaai. Dus wat dat betreft is goed, 4 vlammen. Mensen die er niet opgevallen was, het is koud. Heel koud. Ja, hoe koud? Heel koud. Deze is iets groter en iets logger voelt hij aan als de vorige versie. Maar daarentegen rijdt Volvo gewoon echt lekker. 5 vlammetjes voor het rijgerschap van de tankuitspuit. Hij ligt lekker stabiel de weg. Hij is goed beladen, dus toppie. Ding, 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 ding. Hierbij zijn we aangekomen bij de eindbeoordeling van de tankuitspuit. En zoals jullie kunnen zien aan de vlammetjes, zijn wij erg tevreden met dit voertuig. En zijn we de komende tijd weer met de nieuwste techniek uitgerust om ons werk te doen. Leuk dat jullie dan weer gekeken hebben naar deze nieuwe video van de aflevering van de Rode Koets. En daar is Richard hoor, klapwat. Richard, we moeten ze vooral niet vergeten. Ja, niet vergeten te liken. Maar wat we ook willen horen is, welke wagen wil je nog wel meer zien? Volgende keer. Volgende aflevering van de Rode Koets. Ja. Laat het ons weten in de comments. Het zou een maak af zijn als je zegt van rijf naar Friesland, we hebben hier een hele mooie auto. Ja, nog even.